welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe make-up collectie. Essence en Catrice hebben een heleboel collecties uitgebracht met Disney. En het gaat over alle Disney prinsessen. Ik heb twee collecties gekocht. Eentje van Essence, eentje van Catrice. Die van Essence staat al online met de Disney prinses Jasmine van Aladdin. Als je houdt van cooltone kleuren, grijs, paars en zo, dan is dat echt een ideale collectie voor jou. Dus ik zou dan zeker even die video bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. En vandaag ga ik de Catrice collectie testen als hoofdpersoon. Disney prinses Belle van Beauty and the Beast. En het is echt super mooi. Allemaal zo mooi goud en alles. De verpakkingen zijn echt amazing. Vooral omdat het zo super betaalbaar is. En ik hoop dat de kwaliteit ook gewoon goed gaat zijn vandaag. Spoiler alert. In die andere video was ik best wel blij ermee. Dus ik hoop vandaag ook en misschien zelfs beter. De collectie van vandaag is ietsje groter. Want we hebben 4 producten. Dus 1 product meer dan de Essence collectie. Over het algemeen in mijn ervaring is Catrice make-up altijd een tikkietje beter dan de Essence. Dus ik heb vandaag hoge verwachtingen. Ik weet niet of dat goed is om te hebben, maar ik heb ze. Dus ja, laten we het gewoon gaan doen. En vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Want daar hebben we niks voor in deze collectie. We hebben oogschaduw, highlighter, mascara en lipstick. En we gaan beginnen met oogschaduw. Dit is de Catrice Disney Princess Belle Eyeshadow Palette. En binnenin heb je 18 matte en glanzende kleuren. En het zijn vooral bruine goudachtige kleurtjes. Laat ik even beginnen met deze verpakking. Is dit niet echt prachtig? Dit zijn ook van die glitters. Ze zitten er zo 3D op. Je voelt ze echt zo erop zitten. Dit is echt prachtig. Heel erg mooi. Hier achterop staan de kleuren. Dus ik vind de verpakking echt al heel erg mooi. En de inhoud is ook prachtig. We krijgen een grote spiegel. Daar ben ik heel blij mee. De kleuren zijn echt prachtig. Beetje bruin, goud, roze. En dan hier 2 kleuren blauw. Want dat droeg Belle in die film. Ze droeg zo'n hele mooie blauwe jurk. Dus vandaar dat ik denk dat die 2 erin zitten. Maar met al is het echt wel een heel draagbaar paletje. Het zijn niet echt hele heftige kleuren of whatever. Maar dit ziet er allemaal wel echt heel mooi uit. I love it. Dit zijn echt mijn kleuren. Ik ga even gewoon een paar kleuren swatchen. Ik ben gewoon echt benieuwd. Oeh, best wel wat pigment. Kijk, er komt echt best wel wat kleur vanaf. Ik vind het wel een beetje poederig. Qua swatch lijkt het eigenlijk gewoon precies dezelfde formule te zijn als die van Essence. Maar echt zo mooi dit ook. Allemaal zo die bloemen zo erin gedrukt en zo. I love it. Ik vind dat ze echt hun best hebben gedaan met, ja, de verpakking en hoe het er allemaal uitziet. En ik hoop gewoon nu dat de kwaliteit ook goed gaat zijn. Dus laten we gewoon snel ingaan. We gaan inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd. Ik heb hier een beetje nog wimperlijm op mijn wimper zitten. Maar negeer dat gewoon eventjes. Oké, wat voor look gaan we maken? Ik wil gewoon een hele mooie draagbare soft glam look maken. Want ik denk dat dat, ja, de look is die de meeste mensen zouden willen maken met dit paletje. En ik ga beginnen met de gele matte kleur. Die heet Ambitious. Geel moet worden gebruikt. Als je een collectie van Belle test, dan moet je een gele achtige look maken. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die gaat in mijn hele arcade boog. Ik heb al gepruimd met concealer. Dus we kunnen gewoon gelijk ingaan. Ik ga vandaag een beetje voor een ronde look. Dus ik maak van dit soort ronde bewegingen. Oké, daar komt niet heel veel kleur vanaf. Oké. Oh, nu wel. Oké, dit begint niet echt heel goed. Ik moest echt superveel kleur aanbrengen om het een beetje geel te maken. Maar goed, we gaan gewoon verder. Dan ga ik voor de bruine matte kleur hier. Die heet Wolf. Ik moet wel zeggen, ik mis een beetje een kleur in between. Want nou ga ik echt van geel naar gelijk heel donkerbruin. Maar er is niet echt een medium bruin of zo. Kijk, die andere kleuren zijn allemaal weer veel te licht. Dus dan, ja, dat mis ik wel een beetje. Nou ga ik in met een platte fluffy kwast. Bougie Shop UP24. En dan pak ik gewoon een klein beetje, niet te veel. En dan ga ik die kleur hier zo indrukken in de hoek. En dan blend ik het ook zo door in mijn arcadeboog. De kleuren zijn een beetje stroef. Het is echt wel moeilijk om het goed te blenden. Kijk, die lijn blijft best wel hard. Hier is het wel gelukt om het een beetje te blenden. Maar het kost wel echt heel veel moeite. Ik moet echt superveel blenden. Het is echt heel erg stroef. Maar na een tijdje lukt het wel. Dus dat is dan wel weer fijn. Oké, dan ga ik weer in met geel. En dan ga ik een beetje over die randen om die kleur een beetje terug te brengen. En die bruine kleur een beetje extra uit te blenden. Dan doe ik heel even een bruin potloodje in mijn waterlijn. Deze is van Benefit. Ik weet niet wat het is met mijn stem vandaag. Hoe valt het op? Ik klink een beetje hees of zo. Oké, dan ga ik deze 2 matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperlijn, wat wilde ik zeggen? Op de onderste wimperrand. En ik begin met donkerbruin en dan geel. Oké, nou dit waren basically de enige 2 matte kleuren die ik kon gebruiken. Ik vind het wel jammer dat er zoveel hele lichte matte kleuren in zitten. 1 lichte kleur was echt genoeg geweest, of 2 of zo. Dan ga ik eventjes een halve cut crease maken met concealer.
Oké, de cut crease hier ging echt perfect. Maar hier, ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar het liep niet helemaal lekker. Maar ja, whatever. Nou ga ik in met de glanzende kleur hier. Die heet Lumière. Ik maak mijn kwast nat met fixing spray. Dan wordt de kleur wat heftiger. Dan ga ik die kleur aanbrengen over de hele cut crease. Nu maken we het mooi goud. Prachtige felle kleur. Ik moest wel echt veel aanbrengen, dat wel. Dan ga ik weer terug in die bruine kleur Wolf. En dan ga ik die hier inblenden met die glanzende kleur. Ik moet zeggen dat ik dit er wel echt prachtig uit vind zien. Ondanks de moeite die het mij heeft gekost, vind ik het wel echt prachtig. Oké, ik wil ingaan met nog een glanzende kleur. Ik ga in met deze lichte glanzende kleur. Die heet Gown. En die wil ik hier in de binnenste ooghoek aanbrengen. Oeh, die kleur is heel mooi. Zo'n mooie lichte champagne kleur. En dan met wat er nog op de kwast zit een klein beetje... breng ik het ook zo aan onder mijn wenkies. Ik breng hier nooit te veel aan. Ik vind het altijd lelijk, jongen, als het hier zo helemaal zo overdreven glanst. Ik wil eigenlijk nog meer glanzende kleuren aanbrengen, maar ik vind het zo eigenlijk wel gewoon mooi. Ik ga ook nog in met de kleur hier, die heet Bal. Die is heel apart. Die heeft zo'n beetje twee kleuren, een mix van twee kleuren. Een hele mooie lichte kleur. Ik denk dat ik die wil gaan gebruiken om het hier in de binnenste hoek toch nog iets lichter te maken. Ik vond die andere kleur nog iets te donker, iets te geel. Ja, kijk, nou is het hier echt zo wittig. Zie je het verschil nou met hier en hier? Je kunt zo echt goed het verschil zien. Hier is het nou veel heftiger. Oké, jongens, ik denk dat ik het gewoon zo laat. Het is uiteindelijk wel echt mooi geworden. Ik zeg jullie eerlijk, omdat het me zoveel moeite kostte, wilde ik het paletje een beetje gaan beigen. Maar als ik zo kijk naar het eindresultaat, vind ik het toch wel echt mooi. Volgende stap is mascara. Dit is de Catrice Disney Princess Belle Glam & Doll False Lashes Mascara. Super duper mooie verpakking. Zo glitterig paars met zo goud. Maar deze mascara bestaat al. De Glam & Doll mascara van hun bestaat al. En die heb ik ook al. Dit is wel de waterproof versie. Als je mij volgt, weet je dat ik deze mascara geweldig vind. Het is echt een totale dupe van de Benefit Bad Gal Bang mascara, maar dan super betaalbaar. Ik vind hem echt fantastisch. Dus ja, dit is gewoon precies die, maar dan gewoon in een leukere verpakking. Dus ik weet al hiervan. Ik vind hem echt amazing. Deze is zo fijn. Hij is ook zo dun en smal, dus ideaal voor de onderste wimpers. Echt, I love it. Kijk hoe mooi en hoe lang die mijn wimpers maakt. Ik heb super slechte wimpers, dus dat je ze überhaupt kunt zien is al echt fantastisch. Echt, I love it. Nou is het tijd voor deze Primark Nep wimpers in de stijl 709. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. We gaan snel verder met highlighten. Dit is het Catrice Disney Princess Belle Highlighter Palette. Binnenin krijg je een spiegel en drie prachtige kleuren. Candlelight, Dancing Gown en Golden Heart. Nou, dit ziet er weer prachtig uit. Precies als het oogschaduwpalet. Echt heel mooi gedaan weer. En dan binnenin krijg je echt drie hele grote highlighters. Ik denk dat je hier echt never ever doorheen komt. Wel zijn het alle drie best wel lichte kleuren. Dus als jouw huidskleur donkerder is dan de mijne, dan gaan ze echt al te licht zijn. Maar als jij een medium tot lichte huidskleur hebt, dan gaat het gewoon goed zijn voor jou. We hebben goud, een beetje wittig en roze. Deze kleur hier gaat denk ik het mooiste zijn voor mij. Ik zal ze even alle drie swatchen. Kijk, dit zijn dan de drie kleuren. Drie hele mooie kleuren. Heel veel glans, heel veel pigment. I love it. Dit soort paletjes van Catrice en Essence zijn meestal best wel goed. Ik heb volgens mij slechts één keer gehad dat ik hem niet fijn vond. Ze zijn altijd best wel heftig. Dus ik denk dat ik gewoon nou inga met de kleur die mij het meeste aanspreekt. En dat is de kleur hier. En die heet Golden Heart. Wel moet ik zeggen, ik vind het altijd wel een klein beetje zonde. Want in dit soort paletjes gebruik ik vaak maar één kleur. Maar als je een visagist bent of whatever, dan is dit wel heel fijn. Of je kunt de kleuren gebruiken voor verschillende plekken op je gezicht. Bijvoorbeeld, ik zou gaan voor goud echt op mijn gezicht, wit voor in mijn binnenste hoeken en dan misschien roze, die dan gewoon niet. Ik gebruik mijn Morphe R36 kwast en dan ga ik in met de gouden kleur. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat hij heftig is. Ik heb al blush op en bronzer. Oh ja, heel mooi. Hij is niet gelijk heel heftig. Dat is ook wel fijn als je dat niet per se wilt. Maar als je hem zo opbouwt, oeh, heel mooi. Ik was bang dat hij een beetje te grof zou zijn, want ik vond hem er best wel grof uitzien. Maar op zich is dat niet. I like it. Dan ga ik voor roze en die breng ik gewoon een beetje zo hier aan. Op die manier kan ik dan toch een beetje alle kleuren gebruiken. En dan ga ik in met de witte kleur. En die breng ik aan op mijn neus. Ik kan in principe alle drie de kleuren wel gewoon gebruiken als ik echt wil. Maar ik vind die in het goud het mooiste. Het beste staan met mijn huidskleur. I love it, jongens. Ja, dit vind ik echt heel mooi. Hier ben ik echt heel enthousiast over. En dan last but not least, een lipstick.
Dit is de Catrice Disney Princess Belle Lip Balm in de kleur 020. Ook weer zo'n hele mooie verpakking, zo'n mooi goud. Deze lipsticks bestaan al, maar ik ga ervan uit dat dit een andere kleur is in de kleur 020. En het is een lipbalm. Dus gewoon een lipbalmpje met een klein beetje kleur, daar ga ik van uit. En deze kleur is echt fantastisch. Het is zo roze, maar er zitten allemaal van die gouden glitters omheen. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien op beeld. Maar dit is zo apart, het is zo goud. Ik weet niet of dit gewoon een overlay is. Gewoon zo'n glitterlaag die er gewoon van afgaat. Of dat het ook helemaal binnenin zit. Maar ik denk dat dit gewoon zo'n glitterlaag is. Ja, ik heb het geswatcht op mijn hand en het is er gewoon hier afgegaan. Oké, dus die glitterlaag gaat er vanaf. Ik ga even de balm die ik nou op heb eraf halen. En dan ga ik hem gewoon aanbrengen. Oh, het heeft wat minder kleur dan dat ik dacht. Het ruikt echt heerlijk. Echt een heerlijke geur. Ik weet niet hoe ik hem moet beschrijven, maar wel echt een heerlijke geur. Heerlijk. Dit voelt echt super duper fijn aan. I like it. Ja, die glitterlaag is er nou wel echt helemaal afgegaan. Maar ik vind het wel iets leuks wat ze ja, extra hebben gedaan. I love it. Dit voelt comfortabel aan, jongens. Ja, I like it. Ik vind het ook gewoon mooi staan met de algehele look. En dat was het. Dit was de hele collectie. Oké, jongens. Wat vinden we ervan? Wat vinden we van de collectie? Wat vinden we van deze prachtige make-up look? Ik vind het echt super mooi geworden. Ik zal eventjes vliegensvlug vertellen wat ik nou van alles vind. Deze Glam & Doll mascara. Amazing. Elke versie hiervan is gewoon super fijn. Ik zou hem zeker halen als je houdt van lengte. En deze verpakking is gewoon extra cute. I like it. Deze lipbalm vind ik ook echt heel erg fijn. Het ziet er ook heel mooi uit. Alsof het gewoon een normale lipstick is. Het voelt heel fijn aan op de lippen. Ook ideaal met een gewoon een no make-up make-up look, zeg maar. I love it. Dit paletje ook heel erg mooi. Deze gaat echt super duper lang mee. Let wel op, ik raad hem alleen maar aan als je een medium tot lichte huidskleur hebt. Maar ik vind hem echt prachtig. Niet too much, maar toch wel gewoon te zien. Fantastisch. En dan dit paletje. Ik vind het een beetje lastig. Het kost echt best wel veel moeite. Maar het eindresultaat vind ik wel echt heel mooi. Dus ja, raad ik hem dan niet aan door de kwaliteit? Of raad ik hem wel aan omdat na die effort je wel een prachtige look krijgt? Ik denk dat ik dat gewoon aan jullie overlaat. Als het jou niet uitmaakt om wat extra moeite te moeten doen, dan zou ik hem gewoon aanraden. Maar als jij iemand bent die gewoon snel wil zijn en gewoon snel er mooi uit wil zijn, dan gaat dit hem niet zijn. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties wat jij van de collectie vindt. Ik ben heel benieuwd altijd wat jullie van alles vinden, want ik ben hier gewoon in mijn upje en ik heb geen idee wat jullie vinden. Dus let me know beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Ik geef ook altijd iedereen zo'n hartje. Ik lees alles. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!